En ik zou het heel mooi vinden als volgend jaar gewoon alle Dordtenaren de ijsjes weer om kunnen binden. Ook in een warme winter. Dat mensen dan gewoon weer lekker kunnen schaatsen in het centrum. VVD-raadslid Roland de Heijer wil de ijsbaan in de binnenstad terug. Tot 2015 was het vaste prik dat in de stad een tijdelijke ijsbaan verscheen. Eerst was die op het Scheffersplein, later op het Statenplein. De afgelopen 2 jaar was de ijsbaan er niet, omdat de gemeente geen uitbater voor de ijsbaan kon vinden. Dus we hebben de vraag over gesteld van joh, hoe denken we nou als gemeente het volgend jaar wel voor elkaar te krijgen? Ga aan de slag met de ondernemers. Iedereen moest een steentje bijdragen, dat snappen we ook wel. Maar zet er even vaart achter. Dat is toch gewoon mooi. Ik heb net weer een vriend aan de telefoon die zegt, joh Ro, het is toch gewoon leuk als er volgend jaar gewoon die schaatsbaan er gewoon ligt. Dat is onze jeugd geweest, is traditie. Dat is gewoon mooi als er gewoon die schaatsbaan er ligt. Hoort ook gewoon in een stad als Dordrecht. De speciaal aangelegde buitenschaatsbaan bij het EK Shorttrack was volgens de VVD zo'n succes dat het gek is dat Dordt geen ijsbaan meer in de binnenstad heeft. Mist u de schaatsbaan hier? Ja, het is altijd wel hartstikke gezellig, maar ik weet niet waarom het er niet is. De schaatsbaan? Die is het, 2 jaar geleden voor het laatst dat die was. Ja? Kijk, het zou leuk zijn als die weer terugkomt, een beetje voor de mensen ook, voor de horeca eromheen, leuk. Nou, het was wel leuk eigenlijk. Het was wel gezellig om daar naartoe te gaan. Mis de gezelligheid, laat ik zo zeggen. Zelf ga ik er niet op, maar het was altijd wel erg leuk de voorgaande jaren dat hij er stond. Dus, En nou zijn ze bezig om hem misschien komend jaar terug te brengen. Zou je dat leuk vinden? Ja, zeker wel. Ja, ik vind het een aanwinst voor de sfeer in de stad aan die kant. Dat vind ik wel leuk. Ja. Jazeker, dat is toch een attractie voor Dordt. Er gebeurt hier 's winters nooit wat op dat plein hier. Nou, omdat er niet echt meer natuurijs is, dus je kan niet echt meer buiten schaatsen. En dan is het wel leuk als er een schaatsbaan is, want dan kun je daar wel schaatsen. Zeker voor de jeugd zou dat goed zijn, ja. Ja, voor de gezelligheid wel hoor. Hij weer een idee van het is winter, weet je wel. De gezelligheid die wij kennen, die is eigenlijk een beetje aan het wegzakken. Denkt u dat het lukt om hem dit jaar terug te krijgen? Ja, ik heb geen glazen bol thuis, maar ik ga er toch wel vanuit dat wij als stad, als Dordrecht, hè, regio Drecht, kom op, 350.000 inwoners, kunnen toch wel even een schaatsbaantje neerleggen. Dat zou toch geweldig zijn.